Meneer Van der Werf, terwijl de kerstklokken luiden in deze lange reeks van prettige feestdagen en u zich uitgebreid te goed doet aan de kalkoen met een goed glas wijn en tevreden terugblikt naar het afgelopen jaar, zit ik hier in Venhuizen. Door u. Waarom, zult u vragen? Wel, meneer Van der Werf, omdat ik een etherpiraat ben. En zoals bekend is uw werk nou eenmaal met alle moderne middelen en de meest kostbare apparatuur etherpiraten peilen en dan samen met de politie ons alles afhandig maken. Net als in de oorlog gebeurde. De bak, platen, radio, platenspeler, alles weg. 6 weken kreeg ik. 6 lange weken weg van vrouw en kinderen. Hoe is het mogelijk, alleen omdat je wat Hollandse plaatjes draait in je eigen taal, die je verstaat en begrijpt? U zou toch moeten inzien dat wij in een behoefte voorzien. Heel Nederland luistert naar ons. Is dat geen teken aan de wand, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, terwijl de kerstklokken luiden en iedereen in huiselijke kring gezellig rond de kerstboom zit, zit ik hier in Veenhuizen, ver van huis. Vaag hoor ik een stille nacht, heilige nacht. Weet u, meneer Van der Werf, dat ik er van alles voor over had om nu thuis te zijn? Kunt u begrijpen dat het pijn doet zulke dagen niet bij je vrouw en kinderen te zijn? Pijn, erg veel pijn, om in een cel een kaartje van je kind te krijgen. Met prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Kunt u zich voorstellen dat ik s'nachts gehuild heb, meneer Van der Werf? Misschien vindt u zo'n menselijke zwakheid vreemd. Net als die keer toen hij mij pakte en mijn vrouw u huilend smeekte ons met rust te laten. Nee, u was onvermurwbaar. Plicht is plicht. Waar had ik dat eerder gehoord? Alleen één ding is mij duidelijk. Wat moet u een hekel hebben aan het geheime zenders en aan Hollandse plaatjes, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, terwijl de kerstklokken luiden, kijk ik uit het raam naar buiten. Ik zie de sneeuw langzaam naar beneden dwarrelen. Mijn vrouw houdt daarvan. Zo'n wit tapijt wat over het landschap ligt uitgespreid. Vooral met kerst. Vreemd eigenlijk. Terwijl u het glas heft met uw familie, bent u mij al lang vergeten. Geen wonder. U pakt er zoveel. Bijna dagelijks bent u op weg om ons achter de tralies te krijgen. Soms doet u met gewapende politie een inval terwijl er niemand aan het zenden is. En alles gaat mee. Zelfs antennes worden met kraanwagens uit de grond gerukt. Vindt u dat nou niet diep treurig, meneer Van der Werf? Het wordt tijd dat u de kalkoen even opzij zet. En u gaat bezinnen op 1981. Dat zou fijn zijn. Dan worden eindelijk de echte piraten gepakt. Die in Hilversum mooi weerspelen van ons geld. Geef die maar 6 weken Veenhuizen. Niemand zal ze missen. De meeste mensen luisteren toch liever naar ons. Gelukkig nieuwjaar, meneer Van der Werf.